Nou, we zijn hier eindelijk aangekomen na 15 uur rijden naar het hoge noorden van Hogezand. Want ja, ik heb natuurlijk nog een klasgenoot die ik graag wil opzoeken. En dat is niemand minder dan Jordy van Wijk. Weet je hoe lang we in de auto gezeten hebben? Ik heb gewoon kramp gewoon in mijn kuit gehad. Maar alles, jongen. Hoe lang hebben we elkaar nog niet gezien? Jeetje, hoe oud waren we? 14? 14? Wat is dit? Leg het uit aan de kijkers. Wat is dit? Het eerste shirt van Zwarte Schapen. Eigenlijk een beetje de basis en grondlegger van de carrière die ik heb gekregen als voetballer zijnde. Wij trainden 6 keer in de week. En was dat niet te veel? Als je nu terugdenkt, 6 keer in de week trainen. We hadden eten op de club. Ja. We moesten bij elkaar zaten we in de klas. Dit was mijn leukste tijd. En toen bij de BVO of bij een profclub kwam te spelen, werd dat anders op een of ander moment. Terwijl hier moesten wij ook, maar toch voelde het hier anders als toen ik bijvoorbeeld toen naar AZ toe ging. Kijk, je krijgt heel veel te maken met heel veel mooie momenten. Hè? Want het moment dat ik van Zwarte Schapen door AZ gevraagd werd om daarheen te gaan, ja, dan ben je super blij. Want voor je gevoel kom je een stukje dichterbij wat je graag als voetballer wil bereiken. Of je droom wil je laten uitkomen. En naarmate je steeds langer doorkomt en je bij AZ ook je stappen maakt, ja, in principe. Ja, dan ben je zo gefocust meer naar jezelf toe, dat je eigenlijk je teamgenoten niet eens meer bewust zeg maar, op zo'n manier zeg maar, meemaakt. Je bent bezig met je eigen ding, jij wil het halen. En dat team spirit wat er eigenlijk was bij Zwarte Schapen, dat miste je eigenlijk? Ja, dat werd echt een stuk minder. Ja. Ja. Kan je nog een beetje voetballen of niet? Of is het een beetje verleerd? Want je speelt nu bij Hogezand hier. Op de zondag klasse? Ja, zondag eerste klasse is het hier zo. Nee, ja. Ik ben 37, hè, Mo. 37? Vergeten. Appeltje eitje voor jou? Zeker niet. Wedstrijdje latje schieten. Wie is het eerst op de latje schieten? Ja, dat gaan we doen. Het is bijna een Teletubby pak wat je aan hebt, joh. Ja? Dit is een soort van intimidatie. Dit is een les voor alle kleine kinderen. Als je misschien niet goed genoeg bent, zorg er altijd voor dat je er goed uitziet. Oh! We kunnen naar huis, knippen, stoppen. Ja, raakt hem ook nog even. Laatste slotvraag voor je. Ja. De topsportklas, was dat succesvol of was dat niet succesvol? Nou, ik heb het ervaren als gewoon heel leuk. Ik was geen topleerling of zo, maar ja, ik weet niet of het me daadwerkelijk heeft geholpen waar ik nu zeg maar sta. We waren in de beginnende fase. Weet je, ik denk dat als je nu zou vragen aan kinderen die daarin, dat allemaal wel een stukje beter nog is geregeld dan hoe wij het toen hebben ervaren. Dus de kinderen die het nu hebben het eigenlijk beter dan... Ja, denk het wel. ...dan hoe wij het toen hadden, want dat was een soort van pioniersklas. Ja. De allereerste keer dat ze dat deden. Ja, dan heb je nog de kleine foutjes of de... Dankjewel Jordy. Wij gaan nog even een balletje trappen. Ja. Je kan even een revanche nemen. Wat dan? Je hebt verloren. Gelijk toch? Je hebt verloren. Hoezo? Je hebt verloren net. Ik heb 3 keer erop gezet. We hebben allebei die lat al geraakt, hè? Allebei 1 keer raakten we hem, hè? Daarna heeft hij niet 1 keer meer die lat geraakt, hè? Ik zie jullie allemaal morgen weer bij de volgende aflevering van de Topsportklas met Mo Hersi. Tot de volgende aflevering. Hier, alweer. Oh, raakt hij hem ook nog? Oh, wat een lul.